Hoi, vandaag geen karretje, er wordt door Barbara gebracht. We staan niet op twee, toch? Of wel? Twee? Ja. Gaan we er niet van? Wat is dat? Een snel? Als die? Ja, dat is een traag ding. Wat? Maar die zijn nog oud natuurlijk. Oh ja. Die oren die komen wel lastig. Ja. Van toonbeeld uit, van de les uit, richting Anne. En wel hierom, want wij gaan van het weekend extra aandacht besteden aan het verhaal. En zondag ben ik hier aanwezig om te signeren. Die ze ter plekke zit bij te veilen. En ja, het is gewoon altijd leuk en altijd grappig. En natuurlijk vooral. Ik denk dat dat wel Iel is, hè? Met. Ja, dan kan je meer die. Ja, maar dat zit hier ook wel, hè? Dus ik heb hier ook wel wat dingetjes zo een beetje getekend. Zo zijn het al, mijn dringeltjes hoor. We zijn er alleen nog niet uit over hoe we de pendel moeten gaan maken. En ik ga toch weer terug naar Palet in Sint-Jansteen om te kijken of zij iets heeft wat in de buurt komt van een bevestiging en een punt voor de pendel. Deze prachtige steen die ik net veroverd heb, die gaat dienen voor de pendel van Moeradoer. Daar ga ik me de komende week mee bezighouden om die te maken, zodat ik die ook in driedimensionale vorm aanwezig heb. Leuk om te vermelden is dat we aanstaande zondag bij Anne Mannarts in de galerie lokaal 54 aanwezig zijn met een aantal kunstenaars die daar exposeren om te vertellen over ons werk. Naast het feit dat wij kunnen vertellen over ons werk, ga ik ook nog vertellen over het schrijven van verhalen. Streekverhalen, spookverhalen, alles van hier. Het boekje van de drieling van Ter Hole is aanwezig. Mocht je dat willen hebben, dan kun je daar langskomen. Dan kan ik het voor je signeren. Ik kan je ook alles vertellen over de plannen die ik heb met het boek. Want het is echt een boek over het verhaal van Wiese, de geesel van Axel. Ik kan je iets vertellen over het werken met de drukpersen, etc. Dus zondag vanaf 3 tot 5, galerie lokaal 54. Internet. Kijk even op de site, dan kun je precies alle informatie vinden.